Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast, slash talkshow. En deze keer heb ik een hele bijzondere, want ik ga hem namelijk alleen doen. Dus Anne is er vandaag niet. En ja, Ismael staat hier naast me zijde. Ik ben de vervanger vandaag. Ja, jij bent eigenlijk de vervanger <laughs> inderdaad. Want ja, zoals misschien meerdere van jullie weten, is het zo dat ik uh, nou ja, eigenlijk uh, zwanger ben. En ik ben al bijna op de helft. En toen ik net zwanger was, toen kreeg ik dus van heel veel vriendinnen... ...kreeg ik dus de tip, koop het boek That You Got This. We hebben hem hier ook liggen. Ik zal hem even laten zien. En deze is geschreven door Willem van Sas. En eigenlijk vonden we het heel leuk om Willem uit te nodigen in onze podcast. Want dit is namelijk een boek die kerstverse vaders... Toekomstige, toekomstige vaders. vaders ja. Allemaal tips geven over het vaderschap eigenlijk. En over alles wat erbij komt kijken... En toen ik nog niet zwanger was, toen volgde ik Willem al. En Toen postte hij een story met daarin een bladzijde van het boek. En ik heb die gewoon doorgestuurd naar allemaal mensen, omdat ik die zo grappig vond. Volgens mij heb ik ook gereageerd toen. Haha, wat gaat super grappig. En nou, ik, ik dacht gewoon: oh, als ik ooit zwanger ben, dan is dit het eerste wat ik ga doen: is dit boek geven. Nou ja, dat heb ik dus gedaan. Dus ja. ik heb aan Ismael dit boek gegeven. Met en heel veel plezier gelezen. Jij hebt hem. Uh, nou, Toen lagen we heel burgerlijk door de week samen in bed. En jij ging het toen lezen. En elke keer word ik... Ha, 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 ja, wat grappig. Ha. Ja, is echt zo. Dus het is een heel grappig boek. Die echt een aanrader is. En Willem, welkom dus in onze podcast. Dank je wel. En dank je wel voor de lieve woorden. Ja, goed. Ja, ja, ik ben een groot fan. Goed zo. En uh, zoals ik net heb gehoord, woon jij nu in het zuiden in plaats een van. Echte, nou, een echte Brabo mag ik niet zeggen. Ik ben import-Brabo. Ja. Mijn vrouw is wel een echte Brabo, maar we zijn inderdaad uh, neergestreken in het Brabants land. Ja, en jij woont daar natuurlijk met je hele populaire vrouw, die heel veel van deze kijkers denk ik allemaal wel kennen. Die, ja. Zij is de huismunt. Dat de huismuts, ja, ja. ja, de huismut, <laughs> ja, ja, Instagram. We hebben uh, inmiddels uh, alweer uh, elf jaar mee samen, waarvan zes jaar getrouwd. Ja, en zij is natuurlijk ook al heel lang heel populair op Instagram. Ja. En ik ken haar ook al echt al heel lang. En ik vond haar altijd al heel leuk met de interieurstyling. En hoe zij ook het opvoeden van de kinderen doet. Nou ja, en ze heeft een hele hippe man naar zijde staan. Ja, dankjewel. Wat natuurlijk helemaal het verhaal compleet maakt. Ja. Dus ja, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om dit boek te schrijven? Mijn vrouw deed het, dus ik moest het ook doen. Ja. Nee, uh, mijn vrouw heeft uh, uh, Mam is geschreven in. Volgens mij is het in 2021 uitgekomen. En daar heeft zij. Um, de, de reden dat mijn vrouw überhaupt doet wat ze doet. is omdat zij. ze noemt het zelf haar zielsmissie. Is alles wat zij leuk vindt, moet een ander weten. Zij is een, een deler. Ze wil ja. graag uh, haar inspiratie. die zij heeft gehaald uit interieur. uit opvoeden, uit uh, relaties. wil ze heel graag delen. Ja. Um, zij heeft het boek. Uh, daar heeft ze ongeveer drie jaar over gedaan. Niet fulltime, maar elke keer kwam er iets op, een onderwerp... waarvan ze dachten, shit, dit moeten mensen weten. Ik heb dit meegemaakt en waar, waarom, heb ik, waarom heeft mij niemand ja. dit verteld? Uh, en dan ging er weer een notitie open op de iPhone... en dan was het, wat zit jij te doen? Ah, komt ooit in mijn boek. Ja. Je boek. Nou, uiteindelijk het boek geschreven... en toen uh, had ik toch al een aantal onderwerpen in het boek... waarvan ik dacht, ja, dat zeg jij wel... <laughs> Maar dat heeft ook wat met mij gedaan. Ja. Eh, er, is, er zijn hartstikke veel dingen aan de, het in verwachting zijn, de bevalling... en ook daarna opvoeden, fysieke dingen... die, um, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, wel vaak meer effect hebben op de vrouw... Uh, maar ook op de man. Tuurlijk, ja. En, um, en op je relatie. Uh, en op de relatie. Ja. En, dat, dat, ja. en ik vond dat daar uh, um, vanuit mijn kant ook wel eens wat over gezegd mocht worden. Dus ik heb uh, een aantal... Uh, uh, stukken uit het boek van Ras gepakt en daar mijn perspectief op gegeven. En een aantal dingen die ik wat minder interessant vond over inspirerende babykamers. Ja. Uh, die heb ik vervangen met uh, voeding voor sporten. Gadgets. Uh, Gadgets. Like ja. biertjes, ja. Gadgets. Uh, Dank dus, dat je wel. Uh, uh, en het is uiteindelijk een boek geworden waar ik gewoon super trots op ben. Ja, dus, super leuk. Echt super leuk. Ja, het is vooral geen, geen, geen boek waarin. Um, een handleiding wordt gegeven nee. van ah, stap 1, stap 2. Maar ik vind het vooral een beschouwing van hoe jij het hebt ervaren... Ja. waarin zeg maar, een advies voortkomt waar je dan zelf er iets mee ja. kunt gaan doen. Fijn dat je het zo... Ja, zo is het ook, dat was ook echt mijn bedoeling. Ik, ik hou niet van dit. Nee. Nee. Ja, ik vind, nee. Ik heb zelf in de aanloop naar Kinderen Krijgen... ook boeken getipt gekregen. En die werden... al, Ik zal de boeken niet noemen. Um, die werden allemaal geschreven vanuit... Je moet dit doen, ja. anders gebeurt er dit. Ja. ja. Maar zelf wel, wat ik doe. Er bestaat natuurlijk ook geen perfecte manier, natuurlijk. En daarom He, dus begrijp ik juist niet waarom er wel boeken bestaan die, zeggen, dat zo... ja, die dat ja. zo beschrijven. Ja. En ja. ik snap dat een, een duidelijke houvast belangrijk is en je moet ergens vanuit gaan. Je kan niet alles maar. Alleen ik vond wel een hele fijne, in ieder geval voor mijn eigen gewaarwording, fijn gevoel: van um, we doen allemaal maar wat. Ja. He, het komt en het gaat. En je probeert met de tools die je in je rugzakje hebt van het leven, de ervaring die je opdoet in het leven, probeer je gewoon de beste keuze te maken vanuit liefde. Ja. En dan hoop je ah, dat het goed komt. Wat het gekke is, dus, is, is dat je. Dus wij gaan een avontuur aan, waar je dus geen idee hebt van hoe het gaat zijn. Dus als je dus zegt van, nou ja, weet je wat, ik ga de marathon rennen. Dan heb je nog wel een beetje een idee van, oké, okay, het gaat zwaar worden moet ik om te en trainen. En ik moet trainen ja. en ik kan oefenen. En, ja. Maar hierbij. Ja, je gaat, als je gaat bevallen ga je misschien naar het ziekenhuis. Je komt terug, je hebt opeens baby in de auto. Ja. Je kan niet eventjes zeggen van nou ik doe dat vond eerst een groet, Daisy. Hoe voelt het proef, raarste gevoel, trouwens? Dat, wat? Dat, dat, wat jij net zegt vond ik, uh, uh, die vond ik het raarst. Ja? Om over na te denken van dan gaan we gaan met z'n tweetjes dat gebouw in. En vanaf het moment dat we eruit komen ben je nooit meer met z'n tweetjes. Dat is toch gek? Ja. En besefte je dat ook op dat moment dat dat gebeurde? Uh, toen je echt toen in de het gebeurde had? en we de, 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 het ziekenhuis uitliepen niet. Want ik kreeg de maxi niet niet. Er gebeurden allemaal dingen. Er moesten, we, ja. we, we moesten ja. voorbijgaan, de vrouw moest jullie helpen. Zeker. Ja. En het, uh, ja. toen had ik meteen weer. Oh jezus, waarom lukt mij dit niet? En ja. ik kan het niet? En het, nou, dan gebeurt het leven. En dan verdwijnen al die mooie filosofische oh, gedachten oh, die je? onder het genot van een. Een borrelavondje met elkaar gedeeld en verdwijnen ja. dan met godverdomme waarom lukt het niet. Het eerste ding wat ik moet doen gaat ja. alweer. Ja, de rolstoel naar beneden duwen lukt er ja. ja, nog. Maar de, de, alle gekheid op een stokje. Um, om niet natuurlijk de hele ervaring van het magische kinderen krijgen te niet te doen. Het gaat wel vanzelf. Uh, er gaat onzekerheid komen. Die maxi Kozen lukt niet. Maar als je dan volgens thuis komt en je ligt in bed met dat kind. Uh, ging ineens huilen. Wij kwamen om één uur s avonds thuis. Om acht uur komt die hulp pas. Ja. Ja. Maar wat moet je in de tussentijd ja, doen? Ik wist het niet. Nee. Ik weet het nog steeds niet zo goed. Maar, <laughs> uh, ja, wij lagen daar. Nee, misschien ze, ze huilen. Ja, ze heeft toch net gegeten. Ja, misschien te weinig. Ja, heeft geen idee. Misschien pijn, is er iets? Ja. Nee. Nou, ja. ja, stop met huilen. Oh, Oké, okay. slapen, half uur later. Weer een flesje. Maar gewoon dat, ja. dat geen idee maar Ja. Op, ja, het gaat vanzelf. Wat zijn dingen die jij dacht van... Ja, had, ik, had dit mij iemand maar verteld... en had ik dit moeten weten... die Ismaël echt moet weten? Zo. Ja. So. Uh, praktische dingen. Koop zoveel mogelijk spullen... die s'nachts het leven makkelijker maken. Ja. Je gaat eraan wennen. Slapeloze nachten en dingen. Uh, alleen wachten. Als je moe bent. Ik weet niet waarom, maar wij hadden... De waterkoker was kapot en ik had nog niks gekocht. Dus Ik stond in een pannetje voor de kruik water te koken. Ja, want je dat... moet, je zei een elektrische kruik, toch? Ja, je hebt echt, ja. nou, Als heel je veel de wereld Van, van ja, gadgets ja, ja. in duiken... Je hebt hele espresso, cappuccino apparaten die op temperatuur gewoon. Je drukt op de knop, hup, flesje precies op de temperatuur dat je ja. wil komt eruit. Investeringen, oh, investeringen is voelen, het meer dan zo. waar. Ja, je moet het je makkelijk maken. Ja. ja. Dat... En uh, ik vond of ik vind. Um, sommige dingen worden van tevoren of van de buitenwereld opgelegd als dat hoort erbij en daar moet je gewoon doorheen. Fuck it, als je het jezelf ergens makkelijker maakt, doe het lekker. Ja. Uh, het gaat erom dat je dat kind aandacht en liefde geeft. En uh, daarvoor hoef je echt niet door een hel te gaan om, uh, <laughs> om een betere vader te zijn. Dus ik uh, uh, maak het jezelf zo makkelijk mogelijk en um, hou je, laat je vooral niet te veel beïnvloeden door wat de anderen vinden. Als het voor jou werkt, werkt het voor jou. Wij hadden dat bijvoorbeeld met het in bed slapen van kinderen. Ja. We slapen nog steeds af en toe bij ons bed, ze zijn vier en ja. zeven. Ja. Maakt me echt niks uit. Nee, je, ik vind het, de een de vindt het raar, de ander vindt dat het niet hoort. Die moeten in hun eigen kamer, weet ik het al. Er zal allemaal een kern van waarheid in zitten. Ja. Maar ik heb hartstikke leuke kinderen die het goed doen op school, gezond zijn en sociaal. Ja. Ik zie de nadelige effecten niet. Uh, Als dat doen. ook de punten zijn ja. die je belangrijk vindt. Ja, gezellig. Een bed van 2,2. Dan komen er nog drie kinderen mee. Ja. ja, toch gewoon gezellig. Maar zie je ook een groot verschil tussen uh, je eerste en je tweede dochter? Ja. ja, dat had ik niet verwacht. Tenminste, dat is ook zoiets waarvan je dan weet dat het kan gebeuren. Kinderen zijn natuurlijk allemaal verschillend. De kinderen zijn allemaal uniek. Um, maar de, de, dat was voor ons wel. Uh, een karakterverschil was meteen duidelijk vanaf het begin. In, uh, bijna alles in de manier waarop uh, met flesjes omgegaan werd, tot uh, hoe goed ze alleen kon liggen, dat zag je bij geboorte, zag je al dat de een veel zelfstandiger was. Ja, ja. Veel gedurfder, veel minder bang dan de ander. En daar zal, die in mijn optiek worden die karaktereigenschap alleen nog maar versterkt, doordat ons eerste kind is opgevoed door ons, het tweede kind. Is veel meer opgevoed door haar grote zus. Oh wat dat? ja. ja, ja, ja. Ik heb met Pip, onze oudste, daar waren wij constant mee. Uh, als, je, als die dan even aan het spelen was, was ik met haar aan het spelen. Ja. Nu spelen ze samen? Spelen ze samen. Ja. En, en Pip was toen, Rosie, mijn jongste uh, jong was. Uh, verzorgender. Dus dat verzorgende, zachte karakter van mijn oudste dochter wordt alleen nog maar groter omdat ja. ze nu constant iemand gaat verzorgen. Ja, ja. Ja, ja. En die beide handen dengel die als de jongste is, die wordt alleen maar verzorgd en die wordt alles ja. voor de Dus Die wordt alleen nog maar beide handen. Ja, 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 ja. Dus het is, uh, um, ja, karaktereigenschap, heel groot verschil. Bij ons, uh, bij ons hebben we dan toevallig ook nog kleurverschil. Mijn vrouw is Indonesisch, ja. uh, ik niet. Ik heb één nou, blonde blanke En ik heb één uh, zwart haar, zwarte ogen. En een, uh, ja, wij en fantaseren ook over ja, van hoe, hoe komt gaat dat bij het eruit gaat zien. Maar ja. dat kan natuurlijk. Het kan echt, uh, is echt, uh, je zou bijna denken, hij grapte altijd af en toe, dat uh, als Rachel achter de kinderwagen van Pip liep, dat ze de oppas was. Oh, ja. En dat als ik, uh, uh, als ik achter de wagen van Rosie loop, dat is uit een ander huwelijk. Ja. Is, uh, oh, wat grappig. Ja. En wat zijn nou de dingen die. Uh, waar je echt wel van was verbaasd... wat er met een vrouw gebeurde in de zwangerschap... en in de tijd van de bevalling. En dat je echt dacht van... Jeetje, Hier komen mijn, waar ben ik aan begonnen? Uh, niet zo politiek correcte antwoorden. <laughs> dat, dat moet juist, hè? Ja, ja, ja. ja. Het eerlijke antwoord. Ja. Ik, uh, ik heb niet... Ik, ik, uh, ik, ik vond mijn vrouw gewoon minder aantrekkelijk. Echt? Tijdens en na de... Voor, tijdens en een stukje na de zwangerschap. En wanneer begon dat? Toen je het begon te zien. Ja, ja ik vond, het hoort erbij en ja. ik vind het iets heel moois en magisch alleen. Ja, alles wordt meer en heftiger en die cravings. En ik vind het al vervelend als iemand naast op de bank zit te eten en dan zit ineens te schrokken. En, ja. ja, ik weet niet. En ik, ja, ik, de, de, het fysieke. Um, ja, ik probeer in mijn boek zoveel mogelijk over eerlijkheid. En zo zit ik ook in de relatie ja. met ras. Als zij aan mij vraagt uh, of deze jurk mooi is en ik vind hem niet mooi, dan zal ik zeggen dat ik hem niet mooi vind. Ja. Ik zal het niet beledigen. Maar ik denk gewoon dat je aan eerlijkheid het, het meeste hebt. Maar hoe eerlijk ben je daarin geweest? Ik heb altijd gezegd dat ik haar niet aantrekkelijk niet aantrekkelijk het is een ja, knappe vrouw. Ja. Maar ik vond haar niet sexy. Ik werd niet extra opgewonden omdat ze zwanger was uh, van de mooie. En alles is ook minder. Wij hebben best uh, uh, een actief seksleven. En wij hebben ook best wel. De, de seks die we hebben is best heftig. Ja. Wij, wij, wij gaan ervoor als we samen... Ja, dat gaat dan ook niet. Nee. Want het is, los van het feit dat het gewoon een beetje gek is... Uh, ja, kan wat dacht je, wat moet ik hiermee? Uh, van links naar rechts. En, uh, de, ja, er zit gewoon een hele grote buik voor. Maar vond je het idee ja. ook raar om dan nee, seks dat, te hebben Nee, dat met... had ik niet. Dat, dat, dat hoor ik wel soms. Ja, dat... dat hoor je echt wel vaak van mannen. Van... Uh... Nou ja... Nee, vond, nee de, de, ik heb er wel zo over nagedacht. Vond ik, dat vond ik niet raar. Ik vond gewoon meer dat. Um, en dan nou was het niet dat we geen seks meer hebben gehad. En je, um, uh, want het is natuurlijk ook niet. Hè, de vrouw kan ook niks aan doen dat ze verandert. Dus het is wel goed om daarover te blijven praten en te blijven connecten. Maar als ik het dan mag vergelijken met de fase ervoor, dan heb ik liever een niet zwangere vrouw. Ja. ja. Um, maar we hebben natuurlijk wel gewoon een fijn, hè? we hebben ons seksleven doorgezet en we hebben fijne seks gehad, alleen anders. Maar als we dan toch over dit onderwerp hebben, waar ik dus <laughs> altijd best wel heel nieuwsgierig naar ben, maar dat vraag ik natuurlijk nooit aan een man, omdat dat gewoon dat kan je niet vragen. Maar als je zeg maar een uh, als je een bevalling hebt gehad en je gaat daarna moet je dus weer seks hebben. Mm. Jij hebt de bevalling meegemaakt. Ik heb net gehoord dat je het wel van of de kant van het hoofd hebt meegemaakt, ja. zeg maar. Je hebt niet aan de onderkant gekeken. Nee, maar je ja, hebt het daarna wel, wel gezien maar, op video. Ja, dat, ja, dat beeld verdwijnt zo weer. Uh, je wordt echt niet getraumatiseerd daardoor. Nee, tenminste, ik niet. Ik uh, vond het heel heftig om te zien. Maar omdat het zo los staat van de realiteit... Kan, je dat, kan ik het in ieder geval prima compartmentaliseren... dat dat was dat. En als ik nu naar mijn vrouw kijk, dan is het niet nog dat. Zie je dat. niet nog steeds nee. dat... Uh, ik denk ook wel dat dat per man verschilt, toch? Want mannen praten daar onderling natuurlijk over... Ja. Ja. ja, dat ken je ja. toch? Ja. Ja. Dat doen zo, wij. Ja. Maar ik zie wel dat er echt een groot verschil in zit. De een, een heeft het daar toch wel langer moeilijker mee dan, dan de ander. Afhankelijk op... van wat er echt gebeurt. Ja. Je, uh, uh, mijn vrouw vindt het niet zo dat ik hierover praat. Dus voordat ik gezeur krijg ja. over. Mijn vrouw is heel gebleven ja. uh, bij beide zwangerschappen. Uh, wat het herstel en verandering van de fysieke ook wel impact op heeft. Als jij. Uh, ik ken mensen en verhalen van. Uh, jij moet nog bevallen, maar. Totaal rupturen. Ja, <laughs> ja dan verandert er gevonden. wat. Uh, dat weet ik niet, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik, ik, ik probeer Maar Ik kan me dat wel zo alles? voorstellen. Als die bevalling veel heftiger is. dan ja. neem je ook veel langer dat mee ja. in. Ja, nou, en het fase is natuurlijk daarnaam. ook een. <kijnen> We hadden na de bevalling van Pip hadden wij twee weken later over seks. Dat is best wel snel. snel. Wordt ook niet aangeraden. Ik maak even notitie. Ja. <laughs> <hijnen> bij Rosie was het zes weken, als ik me niet vergis. Ik um, heb gelezen, vier weken is een beetje. Vier ja, weken ook voor, is wat aangeraden. Voor eventueel. Ja. Infectie aan de binnenkant, je weet niet zo ja. goed wat er. Maar ja, al, ja. Um, het hangt heel erg af van um, ook hoe de vrouw zich gewoon voelt. Ja. En ja. Ras was gewoon, ja, ik. Uh, mij is niks gepolt, euh, het doet niet pijn meer. Ja. Kunnen we even proberen? Ja. Ja, dan gaat het en dan is het prima. Maar als daar dan een rem op zit, omdat het, of angst, of fysiek ongemak, of iets. Onzekerheid. En dan krijg je vaak weer, dat is met alles ook over gevoel, de wisselwerking. Als mijn vrouw angstig of pijn heeft, is het voor mij ook niet zo nee. fijn meer. En vooral niet omdat ik me zorgen maak over jou. Ja. En dan, het is een beetje ja, wisselwerking. Is, ja, dan is dat. En daar heb ik um, gelukkig geen ervaring mee. Um, maar als ik het zo gehad zou hebben, zou, denk ik, uh, communicatie de enige manier voorwaarts zijn. Weinig verwachtingen, veel praten. Ja, want wat soms hoor je wel dat het zo'n maar... zo ding aan het worden is. Ja. Dat het ook gewoon daarna, gewoon maanden tot een jaar, niet ja. gebeurt. Omdat dat het gewoon. Ja. Het wordt natuurlijk steeds groter, Ja. ding. Ja, ja en ja, we hadden dan. Want dat is bij onze tweede wel gebeurd. Gebeurd. Waar wij niks van wisten. En wat wel even een kleine ruis op de lijn gaf. Um, Sorry. Um, borstvoeding. Ja. Dat lukte bij Pip uh, niet zo goed. Uh, dus dat is na anderhalve week zijn we daarmee gestopt. Bij Rosie lukte het wel. Ja. Blijkbaar heeft moeder natuurlijk geregeld... zolang jij borstvoeding geeft, uh, ben je aan het zorgen voor jouw kind. Ja. En is jouw lichaam heeft niet zo'n behoefte aan nog een kind. Want oh, dat echt? is weer, mm. uh, met andere woorden... je hebt gewoon gezinnen seks. Libido verdwijnt. Ja. Uh, dat zal bij de een meer of minder dan bij de ander zijn. Wij wisten dit niet. Ras had geen, gewoon geen, geen behoefte. En sterk nog als ik een beetje zo ga, mm. ja. ga weg. Nee, ja, maar echt, nee even geen polonaise aan mijn lichaam. En op een gegeven moment was het dus vervelend, want gingen ze het doen voor mij. Ja. wat ja. heel lief is. maar lief dat voel, maar dat ja, voel maar je waar. Wel. Wel. Superkut. Ja, ja. ja, ik was er op een gegeven moment ook zo. Nou, ik uh, hou er maar mee op. Ja. Dit, uh, ja, ja dat dat Het is, is vanuit een. En later, ik ben in, ges in gesprek voor, voor het boek ook met Evelien Stallaert, seksuoloog aan die zegt ook dat is het is. Ja, die is ook wel eens op een podcast geweest. Gevaar is wat je kan doen, als het een moedje wordt vanuit de vrouw, dan wordt het een soort van dan. Ik moet hem dit geven, want anders wordt hij niet happy. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Alleen omdat je daar een soort van niet over praat en het idee hebt dat dat moet. Ja en toen was het, gingen we even googlen met mensen praten die zeiden: geef je borstvoeding? Ja, oh ja. Echt? ja. Je stopt met borstvoeding, een week later wil je weer. En het was echt. Onder dot, gestopt met borstvoeding na vier maanden of zo. Een week later was het... Uh... Echt? En Hier. staat dat ook in dit boek? Ja. Oh, ja. Yes. Maar er staat ook, dat vond ik ook wel een mooi stuk... dat uh, in dat gesprek met Evelien staat ook echt van... Uh, je moet wel allebei happy zijn met hoe vaak je doet. Ja. Voor de ene is dat uh, één ja. keer in de week... voor de ander is dat één keer per jaar. Ja. Weet je, ja. dat, nou ja, dat ik wel heel erg En daar vind, zit... Uh, 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 dat heb ik dan gemerkt hoe ouder ik word... terwijl ik pas 35 ben. Als je twintig bent, is alles leuk, zoveel mogelijk en spannend en gaaf. En je ontkomt er gewoon niet aan dat uh, het leven je op een gegeven moment wel een beetje gaat inhalen. En je krijgt de druk en iedereen heeft uh, um, dat je seksleven, waaronder ook door kinderen, ja. er is een stukje privacy, wat weg is, er is een stukje vermoeidheid, helemaal in de beginjaren. Er zijn allemaal factoren die meespelen in waardoor je wel of niet zin kan hebben. Alleen um, als je daar niet over praat. Ik moet wel aangeven, ja. ik zou iets meer intimiteit willen hebben. Dat betekent niet, wij gaan nu seks hebben. Ja. Nee, dat betekent, dit geef ik nu even aan, ik heb daar behoefte aan. Dan is het aan de ander om daar iets mee te doen. Um, maar de, de, he, daar moet je elkaar wel in vinden. En dat is wel een heel lastig onderwerp, wat natuurlijk, denk ik, wel aangekaart wordt, helemaal bij vrouwen. Want je kan het natuurlijk vaak zo zien als, oh, je vindt me saai. Ja. Oh, Snap je? Ja. Je betrekt het heel snel op jezelf en het wordt vaak een negatief onderwerp. Ja. Wat eerder ruzie veroorzaakt dan dat het. Ja. Jij bedoelt het vanuit de positieve ja. cue, maar dat is het vaak gewoon niet. Nee, nee, ik, uh, ik merk uh, hoe ouder ik word, dat het, het ook een lastig onderwerp blijft. En het is uh, wat ik. Waar het bij mij echt wel in, wat ik te hard heb genomen van Eveline, is. Um, dat je het beter kan doen als je het allebei vanuit de behoefte van allebei. Dan dat de, een, dat de verhouding zo gaat lopen van shit, ik moet het nu doen, want anders vindt hij me saai. Ja. Dus dan maar minder vaak, maar wel. Ja, dat, dat, dat Samen. je er allebei. En ik heb dan het geluk dat mijn vrouw een hoger libido heeft dan ik. Ja. Dus ik voel me vaak die andere kant op. Dat ik denk, oké, okay, nou oké, okay, ik doe het wel. Meestal. En nou is dat dan, misschien voor een man iets makkelijker om dat even dan snel te doen. Ja. Um, maar ja, dat is zo cliché, maar praten, praten, ja, en praten. Ja. Want volgens mij ben je daar wel goed in. En vanuit, ja, dat is al, praten vanuit uh, ik en niet vanuit, omdat jij dat doet, vind ik dit. Nee, ik heb meer behoefte aan intimiteit. Ik wil graag meer seks. Ik wil graag langer seks. Ik wil, ja. uh, de, en dan betekent niet dat de ander dat moet doen. Wij hebben de regel bij ons thuis, niks verbieden, niks verplichten. Uh, maar wel aangeven wat het met je doet. Ja. En dan is het de liefde die als het goed is gaat spreken uh, vanuit de ander en daar komen dan de concessies met oké okay, misschien is het toch niet zo chill dat ik dit doe of, dan is de keuze vanuit liefde gemaakt bij de ander ja. in plaats van dat je iets opgelegd wordt ja. oh, Dat gaat nooit werken bij ons in ieder geval niet. Ik maar denk, het lijkt erop oh, alsof jullie heel goed kunnen praten in de relatie. Is dat nou beter geworden ja, doordat jullie kinderen zeker. hebben? Ja. 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 Waar, waar, waarom denk je dat dat zo is? Je hoort Omdat er het ook al veel, veel meer ja. factoren meespelen die goed moeten gaan. Um, als je alleen met elkaar bent, kan je het je nog wel voorloven om een keer een weekje niet zo lekker te zijn met elkaar. Ja. Weet je wel, even geen zin in de gezeik, hoor. Uh, prima. En dan vind je elkaar op een gegeven moment echt wel weer. Maar ik wil gewoon niet dat, uh, dat ik dat heb als mijn kinderen het volgens mij al aan van. het ontbijt zitten. Ja, ja, ja. Ik wil gewoon dat die shit uitgepraat is ja. voordat... Kinderen voelen alles. Ja. Weet je? En als jij uh, ze tegen elkaar uh, niet aan het praten bent, dat gaan ze voelen. Ja. En misschien niet direct, maar dat, dat, en dat wil ik gewoon niet. Dat wil ik niet voor mijn kinderen. Uh, dus dan vind ik het mijn verantwoordelijkheid om de shit op te lossen. met mijn vrouw. Ja. En dan gaan we gewoon zitten. We gaan nu zitten. Dus dat zou je eerder doen dan dat je geen kinderen zou hebben? Ja, als ik geen kinderen zou hebben, zou ik misschien iets sneller uh, naar mijn vrienden gaan. afstand ja. nemen. Uh, en dan vind je elkaar ook wel weer. Maar... maar wat doe je als je het even niet kan oplossen? Dus als je echt zo erg ruzie hebt? We toevallig, vorige week, voor het eerst sinds jaren. Echt ruzie gehad. Waar ik een pak yoghurt naar mijn kop heb gekregen. <laughs> um, en toen hebben we een dag niet gesproken. Dat ja. <laughs> is dus het langste was hij ooit niet... Uh... En op een gegeven moment raak je echt allebei in... Uh... Als Fijniks zegt, zeg ik ook niks. Ja, ja, ja. Dat kan je um... lang volhouden. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> um, ja. En toen op een gegeven moment was het gewoon... Uh, dit gaat zo niet. Dus we gaan nu zitten. En dat is dan... Uh, bij kinderen moet je dat iets beter plannen. Hè? Want... We hebben nu het geluk, yes, allebei naar de basisschool. Dus ja. vanaf negen uur kunnen wij praten. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en dan is het gewoon heel belangrijk dat je niet uh, in emotie gaat praten. Ja. Dus gewoon praten. En zodra het wel in emotie gaat praten, ga je even een kopje koffie doen. En dan ga je daarna weer terug. Ja. Elke keer terug blijven komen totdat je het opgelost hebt. En je hoeft het niet eens te worden, maar je moet wel ergens uitkomen. Ja. En dat. dat en vind geef ik jij zo soms de... iets sneller toe dan dat je zou willen omdat je, dat je graag. Ik ben wel getrouwd met een prinses, ja. <laughs> maar ik ben nog niet ik getrouwd, maar ik heb wel een ben... prinses. <laughs> ja, maar ik, ik ben een verzorgend type. Ja. Ik, zou, ik, ik zou niet aan moeten denken om verzorgd te worden. Dus da daar zit onze dynamiek ook. Ja. Ja. Um, maar Rachel, haar liefde zit al meer in de wat langere termijn. Dus dan geef ik haar op korte termijn wat meer. Ja. Wat dan misschien wat soms over mijn grenzen heen gaat... maar op de lange termijn krijg ik meer vrijheid. Um, mag ik mezelf zijn wanneer ik dat wil zijn? Maar soms heb ik wel het idee dat een man op lange termijn... er alleen maar meer, meer aan heeft als hij soms iets meer toegeeft... dan dat je als man altijd heel stug bent en altijd je gelijk wil halen. Want een vrouw wordt daar ook alleen maar veel nader van. Kijk ja, uit uh, wat je nu zegt, hè. Heb ik dan... <laughs> zeg ik iets geks of is dit zo? Um, ik denk dat, uh, maar dat is een hele andere podcast. Ja. Dat, uh, dat dat ook een stukje. Zonder iedereen over één kamp maar een stukje tussen mannen en vrouwen überhaupt is. Dat vrouwen wat meer behoefte hebben aan um, gelijk krijgen. Ja, ja. Uh, en dat het misschien voor de man op een wat ondertoneriger, verzorgender veiligheidsstellend thuisstukje... Um, daar wat meer vrede mee kan hebben en het dan niet zo belangrijk vindt om op al die details gelijk te krijgen, als hij maar de man of the house is. Ja, misschien is dat wel. Uh, ik vind, het, ik vind yeah. het, ik vind dat ik, uh, ik, ik, heb nul moeite met over mijn grenzen gaan op heel veel onderwerpen, als er maar over een aantal basisvoorwaarden, waar ik gewoon belangrijk vind dat mijn rol als vader belangrijk is, als die voor mij voldaan worden en die veranderen soms een maar beetje. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Veiligheid. Uh, en in, in de breedste zin van het woord, dat zijn hele stomme voorbeelden. Maar als, als wij s'avonds... wij wonen op platteland in the middle of nowhere. Als ja. ik s'avonds iets hoor of mijn vrouw... Ja. maakt ze mij heel graag wakker ja. om met een honkbalknuppel naar beneden te gaan. En dat vind ik ook gaaf. Hoop ja. ik al ja. dat er iemand is? Nee. Ja. Dat is een stom, heel klein voorbeeldje. Um, maar in onze relatie... Um, als we op vakantie gaan regel ik het contact uh, bij de balie, ik ja. check in. Ik, 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 ik hou er gewoon van om mijn gezin mee te nemen in, ja. uh, uh, in de dingen. Ja. Um, daar... Dat is wel een klassieke man vrouw ja, ja. natuurlijk. Eigenlijk wel. Terwijl je mijn vrouw schreef, meer ik... verdient, meer libido eigenlijk een man is. Ja. <laughs> um, maar je schrijft ook over traditionele man-vrouw-verhoudingen... Ja. over het huishouden en, ja. het, en de zorg voor de kinderen. Ja, ik, ben, ik zorg um, uh, een groter percentage voor de kinderen. Ja. Um, maar dat gaat heel natuurlijk. Um, en of je dan. Uh, ja, dat is ook gewoon een beetje praktisch. Ras is niet zo'n ochtendmens. Ja. Ik ben, als mijn wekker gaat aan. Ja. Dus ja, dan is het gewoon logisch dat ik s ochtends die boterham ga maken. Ras ja. doet het ook wel eens. Ja. Alleen, over het algemeen, doe ik het. Ja. Um, Rijden doe ik ook. Auto rijden. Ja. Ik, niet, ik rij gewoon, ja. ja. Ik vind het ook vervelend als mijn vrouw rijdt. Niet omdat ze niet kan rijden. <laughs> Oké, okay, zit gewoon, dat is dan allemaal van. Ja, rijdt mee. ook. Ja, zo ben jij ook. Nooit. <laughs> ja. Maar uh, Ras vindt het ook heerlijk dat ik rij. Ja, vind ik ook fijn. Die, die weet ja. weg nooit, die weet dingen niet, die zit ja. het allemaal parkeren, vindt ze niks. Ja. Uh, nogmaals, niet omdat het niet kan, ik val er niet af. Maar en dat, 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 dat is gewoon een fijne natuurlijke verhouding. Ja. Um, Herkenbaar. Maar ja. ik merk wel dat ik lui word, want dan ga ik gewoon in de auto zitten en dan weet ik eigenlijk niet eens waar ik heen ga. Ja, dus dan, dan... ja ik krijg wel eens een belletje. het niet leuk vind ik dit zeg, maar hoe uh, krijg ik de verwarming aan? Uh, hoe kan ik, ik de radiosender ja. verwisselen? Die krijg ik ook wel eens. Hoe we gaat eruit, wisselen. En dan moeten wij als man wel even zo doen. Ja. Je drukt op het aanknopje, schat. Ja. Terwijl we misschien zouden willen zeggen: God, dat heb ik ja. nu al zes keer uit. Maar jullie zijn, oh. jullie zijn al elf jaar samen, vertel me ja, je. Ja. En dan heb je natuurlijk een hele lange tijd gehad zonder kinderen. En nu een. Want hoe oud is de oudste nu? Zeven. Zeven, dus de hele tijd al met kinderen, meer dan de helft ja. eigenlijk al. Wat is het allergrootste verschil wat je merkt in jullie relatie? Sinds dat je kinderen hebt? Zo. Ja, ik. ik nog, ja, misschien is dat. Of is het allemaal het hetzelfde gebleven? Nee, de, het, is de, het is minder impulsief. Wij zijn allebei ja. uh, heel impulsief. Uh, met vakantie, met uh, 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 seks, drugs, ja. rock and roll. Ja. Uh, we gaan graag naar feestjes. Vaak uh, we... ik vind het altijd heel bijzonder dat mensen, als we dan af willen spreken, Ja, we hebben ergens in juni, za juni za ja. zaterdag in juni, hebben we nog plek. Ja. Denk ik ah, zo wil ik helemaal niet leven. Ja. <laughs> we <Wij> weten elke <laughs> week helemaal niet wat we gaan doen. Ja, ja. Oh. Um, maar dat, het is gewoon geplander, um, Wat nu wel steeds minder wordt, omdat de kinderen gewoon ouder worden. Als nu kunnen we ze schoenen aan we gaan? Ja. Waar met een baby is het natuurlijk allemaal iets. Ik moet flesjes meenemen, afgebogen dingetjes. En. Uh, um, toch echt wel intimiteit. Maar durf dat niet helemaal weg te schuiven. Op de kinderen is ook gewoon ouder worden. Je ja. raakt wat meer aan elkaar gewend. Uh, um, maar de impulsiviteit is denk ik de grootste. En, um... Maar dat van het voor allebei. Hè? Heb je ook nog ja. iets persoonlijks dat voor jou anders is dan. Ja, ik, ik alleen maar positief. Ja. Ik, uh, um, vanaf dat ik de puberteit inging ging, wilde ik vader worden. En je had rammelende ook, ballen, schreef je. Ja, ik heb <laughs> ook. Um, ik ben echt een, creatieve, een creatieveling. En daar wil, wil ik negatief mee zeggen dat ik totaal geen ambitie heb. Het interesseert me echt niet. Ik vind geld hartstikke leuk en daar kan je ja. dingen mee doen die leuk zijn. En het gaat heel goed bij ons in het leven. Um, ja. Maar ik heb geen. Doel wat ik wil bereiken. Ik heb geen, oh, als ik daar ben dan en uh, daar moet ik dan dit voor doen om naartoe te werken. Ik wil gewoon een leuk leven hebben. Ja. En ik wilde gewoon heel graag vader worden. En dat heeft mij structuur en zingeving, om het even heel zweven te zeggen. Ja, ja. <laughs> gewoon echt, die kinderen zijn waarom ik hier ben. En niet dat mijn hele leven draait om hen, want ik doe heel veel leuke dingen voor mezelf. Alleen, uh, ik sta op voor hen. Ik vind het gewoon, ik, wil de, ik, wil, ik, ik mis ze. Als ik twee dagen in Friesland zit, dan mis ik ze. Ja. Ik wil er gewoon bij zijn. Ja. Ik wil leuke dingen met ze doen. En nogmaals, dat betekent niet dat het 100% van de tijd leuk is. Dan kan ze ook wel eens achter op de hang plakken. Maar als ze er niet waren, had ik ook wel een ander leuk leven gehad. Maar dan was het waarschijnlijk een stuk ongezonder, onverantwoordelijker. Ja, ja, ja. En. Uh... Ja. Ook wel hele leuke dingen te gaan zien. Maar, maar nee. ben je anders naar je vrouw gaan kijken sinds ze moeder is ja, van krachtiger. jouw kinderen? Ja? Ja, moeder, ik, vind hem, ik vind hem moeder heel aantrekkelijk. Ja, dus ja. dat is wel. Dus die zwangerschap moet je, je, je wel... Je, je, uh, is ook weer alles overheen kamscheren. Maar ik 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 denk dat je kinderen echt nodig hebben om echt volwassen te worden. Zeg maar vanaf het moment dat je iets hebt dat meer belangrijker is dan jij, ja. wat in je relatie nog wel eens kan wisselen. Als je ruzie hebt, denk je rot op met het wijf. Eh, eh, ja. heb je. Maar een kind is per definitie belangrijker oh, dan jezelf. Heen. En je moet daar alles op alles voor zetten om uh, daar goed voor te zijn. Um, en dat vind ik, uh, dat vind ik ook bij een vrouw vind ik dat echt heel aantrekkelijk. vond je het niet lastig gezet. dat je opeens de aandacht helemaal moet delen met je kinderen? Nee, of dat je eigenlijk ben, geen aandacht ik, meer hebt? Ik, ik, ben, ik ben een echt een hands-on aanwezige, leuke vader. Allebei mijn kinderen roepen ook eerst papa, dan mama. Oh, echt? En dat is niet lullig bedoeld naar mijn vrouw, want die doet net zo hard mee in het gezin als wij. Hoe gaat dat bij ons? Alleen ja. ik heb twee dochters, misschien is dat... Heeft ja. dat dochters meen. denk ik dochters. echt dat verschil maakt. Maar mijn vrouw is gewoon hartstikke trots en blij. En dat vind ik weer een heel fijn gevoel. Want als iemand met liefde, trots en blijheid naar jou kijkt om wat jij doet. Dat is een vorm van respect ja. en herkenning die, die je nergens anders kan halen. Ja, ik heb nog wel eens, nu dat ik dan uh, de, terug van werk kom... een drukke dag heb gehad, dus samen op de bank liggen... en dan ga ik nu Ismael knuffelen, omdat ik gewoon zin heb om te knuffelen. Ja. Maar toen dacht ik, ja, als ik straks een baby heb... wedde dat ik dan eerder die baby ga knuffelen. Ja, maar wacht maar tot hij aan het knuffelen is met die baby... wat dat met jouw gevoel gaat doen. Ja, ja super. Papabeer, die met die kleine lekker, dat, ja, ja Oké, okay, misschien is dat ook wel Maar ik heb zo. dat al vanaf het moment dat we die eerste echo deden... want je ziet natuurlijk nog niks in die fase. Ja. Je ziet niks aan de buitenkant. En dan zie je die echo, en dan zie je dat er dus echt een hartje aan het kloppen is, heel ja. snel. En dan besef je van. shit, er yeah. is iets. Ja, ja, maar yeah. maar zij is nu een kind aan ja. het maken voor ons. Weet ja. je. Dus die, ik kijk vanaf dat moment kijk ik helemaal anders naar haar. Ook van: ja, ja. ik kan dat niet. Dus ja. een, een vorm van respect die je niet eerder hebt gevoeld. Ja, ja en wacht maar. De uh, bevalling, dus. daar komt, dat, ja. dat vond ik, ik vond dat zo krachtig om te zien. Maar ik was tijdens echt... de bevalling voelde je niet machteloos? Nee, helemaal niet. Omdat we nee? hadden. Um, het staat ook in mijn boek, maar tip: plan, plan niet te veel. Want hoe meer je plant, hoe meer er mis kan gaan, ja. hoe meer stress. Is, nee. en niet, regie, al ja. 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 Als je per se wil dat het uh, dit ziekenhuis is en dat wordt het niet, kan al kut. Als je per se wil dat die muziek aanstaat en de box is leeg, nog meer kut. Ja, ja dan ga je zeg ja, jij maar. Jij zei ook. je had de techno op Ja, gewoon, Ja, bij de tweede was gewoon. <laughs> we hadden zo'n vrouw in huis en die had met de allerbeste bedoelingen had ze gezegd, jongens, en je moet, je, je moet zorgen dat het licht gedimd wordt als je binnenkomt. Dat ja. je moet eisen en allemaal van die en je moet rustgevende muziek opzetten, want dat werkt. En hij dacht allemaal echt keihard zenuwachtig van die yogamuziek. Ja. Het gaat er <laughs> volgens mij om dat je een fijne associatie hebt ja. met wat er gebeurt. Dus hadden letterlijk, ik heb het nog in mijn Spotify bevallijstje. Is gewoon keihard Armand van Helden, oh, gewoon allemaal God. vette DJ's en, en festival. Want zij dacht: op festival ben ik gewoon het gelukkigst. Dat zou dan moeten werken. En, en heeft werken. het... Ja, Josse, ja, dat filmpje dat ik net liet zien, ja? met mooi muziekje... die heb ik ook nog een keer geüpload met, met de, de echte... En dan hoor je gewoon... En je ziet haar handje ook zo gaan. Oh, wat ja, grappig. Er was Enro Laat het los. Dus je moet ook een playlist gaan maken voor je, voor je geboorteplan. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Tunderdome. Ja, ja, ja. <laughs> maar kon je wel wat doen tijdens of heb je daar alleen een beetje naast ja, dat Ik heb het geluk gehad dat... Um, dat stukje veiligheid en man zijn wat ik heb, dat vertaalt zich bij ons in de relatie ook in dat ik ras uh, haar behoeftes zo goed ken dat ik daar vaak al voordat het aandient op inspeel. Dat ja. is een dagelijks leven. Dat is ik zie dat ze thuis komt na een lange dag werk, dan heb ik al eten gemaakt Je omdat ik weet dat vooruit. ze sowieso de eten vergeten is. Dus dat, dat is een stukje inlevingsvermogen wat ik bij haar kwijt kan en dat verzorg ik. Fijn vind ik dat. Ja. En dat was bij de um, bevalling. Er gebeurt dingen. Weet je? Ja. Je, je wil pijnstilling of niet. En er, gaat, er, er gebeuren dingen. waar je als vrouw even niet heel veel ruimte voor hebt. Ja. En ik kon door haar lichaamstaal te lezen. in woorden vertalen wat er ging gebeuren. En dan heb ik het geluk dat ik daar ook nog redelijk streng in kon zijn. Ja. En duidelijk naar haar. Zij wilde, zij wilde heel graag natuurlijk bevallen. Nou, daar kwam ze op een gegeven moment wel een beetje van terug tijdens het bevallen. Ja. Dus die zei: Ik wil nu pijnstilling. Ik zo. Ze wil graag. pijnstilling. Ze nou, uh, het aanvragen duurt een half uur. Ja. Het Goedkeuren duurt een half uur en het aanleggen duurt een half uur. Over anderhalf uur is jullie kind er al. Dus dat gaan we niet. Kan niet. Ja. ja ga dat maar vertellen. Dus, en in plaats van, oh sorry schatje. Ja. Nee. Oké, okay, Ras. En dan is Steven. Oké, okay, Ras. Luister heel goed. Over anderhalf uur is je kind er al lang. We gaan er nu voor. Oké, okay, schat. En dan weet zij, ja. omdat we dat vertrouwen hebben met elkaar, weet zij, oké, okay, ik luister nu naar jou en ik vertrouw jou en we gaan ervoor. Maar misschien is dat ook al voor dit allemaal gekomen. Omdat zij je altijd vertrouwt. Als ja. jullie op vakantie gaan, weggaan. Ja. Weet je, ze denkt misschien zelf niet eens na over alle ja. praktische dingen. Ja, maar daarom, dat, dat, misschien zit het, zeg maar, het stukje advies in, in, in. Wijk niet af van de relatie die je al hebt. Ja. Zeg maar, laat je niet gek maken door een. Doe het op deze manier of probeer het op deze manier te doen. Of al dat, die rol moet je als man ineens aannemen. Nee, nee. maar doe het op de manier die je al ja, je ja, ja. Ja. voor je werkt. Gewoon als jullie het fijnste ja. omdat... Er gebeuren gewoon. A, voor mannen is het ook onzeker. Want je hoort mensen dingen zeggen die je niet kent. Je weet niet of het misgaat. Je weet niet of het goed gaat. Je weet niet of het lang duurt. Je ziet je vrouw pijn hebben. Je vrouw, die is helemaal van de kaart. Want die is vol adrenaline. En ja. Ja, die zegt ook rare shit. Um, <laughs> dan is het juist fijn om bij die basis. Kijk, je moet al heel ja. hard blijven. <laughs> en dan. Um, dat je ja, nog een beetje normaal was. Ik vind, ik, ik vind het altijd moeilijk om dit Dit, dit werkte voor ons. Ja. En misschien. Werkt het voor andere mensen heel fijn om juist wel alles op papier te zetten. Maar ik denk dat het voor de mensen die dat fijn vinden, in hun dagelijks leven ook alles op papier zetten. En dus dat dat, dat al een fijne baan is. Ja, precies. Ja, en dat is bij ons niet. Dus wij. Het advies wijkt gewoon niet af van hoe je normaal doet. Ja, nee, dat geloof ik wel. Ja. Dan, is het, dan is het in mijn optiek het minste risico op teleurstelling. En dan heb ik nog een vraag: van wat is nou belangrijk voor mij om te weten? Of hoe kan ik nou. Inleven in wat Ismael allemaal te doorstaan heeft en wat kan ik doen om dat beter te maken, de relatie? Voor, tijdens of na? <laughs> of ja, eigenlijk, nou, tijdens nu? Tijdens de bevalling? Nee, nu tijdens de zwangerschap. Oh, lekker zijn ding laten doen. Ja? ja. Meetime, dat is een heel mooi hoofdstuk. Ik, uh, ik had heel veel last van uh, uh, mijn wilde haren. Die ja. achteraf gezien was dat het, maar ik was, uh, kwam. Uh, Vier, drie vier weekenden achter elkaar om achter ochtends thuis. Ja, dat heb ik gelezen. Dat er, en dat op een gegeven, gegeven moment uh, moet er wel een grens gesteld worden. De ja, bij mij ik werd het gewoon mij, Is dat echt waar? Moest je ja, echt ja, 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 op straat slapen? Ik, ook. Ik, nou, we waren, ik werkte toevallig in het Hotel, dus ik, ik <laughs> heb gewoon in een hotel geslapen. <laughs> waar ik overigens ook nog aan de bar heb doorgezet. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> um, maar, uh, ja, je kan niet zo heel veel doen, uh, vind ik, behalve gewoon. Uh, ook wel toegeven dat je last krijgt van hormonen? Zelf denk ik dat het niet zo is, hè? We gaan het zien. <laughs> ja, het valt ja, Ik vind het, het ook is wel echt meevallen, hè? Ik zo bij stom om ja. zeggen, maar het is, het is uh, waar ik het vaak gewoon bij mijn vrienden. Uh, missie gaan vind ik een stom woord. Uh, anders dan bij ons, is die hormonen gaan komen. Dan gaan bepaalde opmerkingen of dingen gezegd worden. die niet echt jij zijn, ja. Ja. die worden ontvangen als nou, wat a -relaxt. maar ze heeft last van hormoon, dus ik zeg er maar niks van. En dan ga je elkaar een soort. Nivea noemen we dat, niet invullen voor de ander. Nee. Dus dan ga je een soort van het invullen voor een ander van. Nou, als ik daar nu wat van ga zeggen, want ze is wel een hormoon, dan gaat ze dat super kut vinden. Ja. Dus ik zeg het maar niet, maar dan kop ik het op. En dan word ik eigenlijk een beetje boos, maar. Dan, eh. En dan is. Het... Wij hebben gewoon vaak dat gehad dat, dat ik uitgekaferd werd voor iets. Dat ik zeg: Gaat het? Uh, ik snap dat je. Het... Zwanger bent en zo, maar dit is gewoon niet relaxed wat je nu zegt. Het is ook niet eerlijk wat je ja. nu zegt. En dan is het eerst even boos, want. Dat is dan lastig gereguleerd. Ja. Um, maar daarna had ik dan het geluk met een vrouw die ook heel goed kon zeggen: Sorry schatje, daar was ik. zat uh, even niet zo lekker. Ja, ja. En dat gaat gebeuren, denk ik, misschien bij jou niet. Dan heb jij geluk. Nou ja, je bent soms wel iets gevoeliger, maar dat is. Kijk, weet je, 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 je weet. Als je allebei daar bewust van bent, ja. dat zij dat is en dat ik weet ja. dat zij dat is, dan. Ja, weet je ja en uh, uh, onthoud, vergeet ook niet dat hij ook iets heel heftigs gaat meemaken. Misschien fysiek niet zo. Maar zijn leven verandert ook. Ja. En hij heeft dan wel geen last van. Trouwens, hormonen veranderen ook bij mannen. Uh, uh, na de bevalling schijnen mannen gemiddeld twee kilo aan te komen. Om uh, zich voor te bereiden op de koude, koude slapeloze nachten. Ja. Nee joh. Fucking vaag. Dus wij hebben ook last van hormonen. Ja, ja, ja. Super, ja, ja. Dus dat werkt ook gewoon. Je uh... moet ook rekening met mij. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Nogmaals, dan... Voordat ik straks allemaal gezeur krijg. De vrouw is echt wel 80% van waar de aandacht naartoe. Ja, en ja. die verdient het ook. En het is heel heftig wat een vrouw doormaakt. Rond, rondom bevalling, voor, na. Hormoon. Het, is echt, het is echt niet niks. Maar dat betekent niet dat het de verandering in je mans leven. Niks betekent. Mm -hmm. En dat, dat, daar kan je, wat mij betreft, gewoon eerlijk over blijven praten. Ja, en een tip voor een man? Uh, <laughs> kijk uit met wat je zegt. <laughs> nou ja, geef je, uh, geef je grenzen aan en geef je behoeftes aan. Maar dat is ook weer niet anders dan als je geen kinderen hebt. Alleen, des te meer nu. Des te meer, omdat er gewoon dingen veranderen. En vergis je niet. Um, en niet om elke keer de hormonen zo de schuld te geven dat, dat is het niet alleen uh, ik moest me soms echt wel even herinneren van oh ja dit is wel echt anders dan dat ze normaal reageert en dat is de eerste keer dat je het door hebt denk je hè huh? maar negen maanden lang ja. je gaat op een gegeven moment ergens gewend aan raken ja. en dan denk je hè huh? ben gewoon eigenlijk vergeten hoe ze was toen ja. ze niet was maar ze wordt wel weer hoe ze was toch uh, ja ja maar we zeggen negen maanden op negen maanden af dus negen maanden na de vervalling nog steeds uh... dat je denkt nou ja, wat de fuck ben ik aan begonnen het is allemaal een beetje cliché maar het ja. is gewoon uh, grenzen en behoeftes ja. en eerlijk communiceren nou ik zou nog wel uren door kunnen praten ik ook? Ik vind het echt, uh, maar daar moeten we denk ik toch echt het boek gaan lezen tenminste jij hebt hem al gelezen ik moet hem ook nog gaan lezen maar ik vond het heel leuk dat je er was. En je kan zo leuk praten hierover. Ik denk dat heel veel mannen en vrouwen wat hier aan hebben. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik denk dat jullie er prima uit gaan komen met z'n We gaan praten, hè? Nou ja, met alle tips. Er staan echt veel tips in. Dat maakt het ook wel heel handig. Want er zijn heel veel dingen waar ik op voorhand niet over na had gedacht. En dat heeft me wel aan het denken gezet. En dan heb je toch een bepaald beeld en verwachting. That you got this. Ja. Goed, uh, goede afsluiting. Dankjewel. Nou, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik ook, ik ook. Echt, ik vond het ook zo grappig. Hij is zo open gewoon over. Hij mannen. is heel eerlijk, ja. Ook over zijn thuissituatie en zijn relatie met zijn vrouw. Echt heel open. Maar weet je wat ik wel merk? Zoals ik kijk, ik ben nu de zwanger en dat heel veel mannen die vinden dus. Een zwangere vrouw, je, kijk, je hebt volgens mij twee soorten mannen. Of je vindt het dus heel aantrekkelijk, of je vindt het echt verschrikkelijk. En ja, je weet in welke categorie ik val, hè? Ja, jij vindt het wel aantrekkelijk. Ik vind het toch? heel aantrekkelijk, ja. Ik vind dat heel sexy. Maar ook als je gewoon echt, echt op het einde van je zwangerschap zit. Ja, misschien niet de, de laatste week, maar ik, ik, ik vind het wel echt mooi dat je ziet dat iemand zwanger is. Ook echt met een grote buik, ja. En heb je daar wel eens met vrienden over? Ja. En hoe zeggen die? Dat is wel, dat moet ik wel. We hebben, ik heb het er wel eens over gehad, omdat vrienden van mij natuurlijk al het proces hebben doorgemaakt. En ja. dan zeg je wel wat jij vindt. Maar sinds jij zwanger bent, zeg ik dat niet meer, omdat het dan automatisch betrekking heeft op jou. En dat vind ik toch privé dingetje. Oké, okay, maar hiervoor dan? Wat... Ja, dan zei ik dat altijd tegen vrienden. Ja, en wat, ja. wat zeggen jouw vrienden dan? Ja, de een zegt: uh, nee joh, daar ben ik totaal niet mee eens. En de ander zegt, ja, ja, vind ik ook. Oh, je hebt wel echt twee, twee kampen inderdaad. Ja. En welke heeft de overhand? Um, ja, ik denk dat het wel 50-50 is. Ja? ja? Ja. Ik vind dat toch altijd wel interessant om, om te weten. Want als vrouw word je gewoon opeens heel functioneel in plaats van sexy, snap je? Nou ja, dat is ook wat, um, wat hij zei natuurlijk. Hè? Hij is echt het kamp uh, niet mooi. En ik ben echt het kamp wel mooi. Er zit niet echt iets tussen. Nee, dat, dat nee. geloof ik ook niet. Nee. En wat waren de dingen die je echt opviel wat hij zei? Uh, nou, ik zat vooral. De, vooral stukje seks, intimiteit, dat dat, dat dat echt anders is. Dat ja. je daar echt goed over moet praten. Want ja, je bent iets gewend met elkaar. Hè? Je hebt een seksleven. En dan straks heb je nooit meer hetzelfde. Nee. Het, is, het zal altijd veranderen. Dus ik denk wel, ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan bij ons gaat zijn. En hoe wij daarover praten. En ja. Ook even voor de goede orde. We zitten nu gewoon op kantoor met allemaal personeel om ons heen. <laughs> en we hebben het over ons seksleven. Dus dat is ook wel, <laughs> wel weer heel grappig. Ja, maar ik vind wel... Het moet wel bespreekbaar kunnen zijn. Ik vind dat wel... Heel veel mensen die vinden dat misschien een taboe of spannend. Maar ik denk, als je daar juist goed over praat, dat zegt hij ook, blijf praten... dan kan het alleen maar goed gaan. Ja. Ja, je zult wel altijd periodes hebben dat het ook minder gaat. Tuurlijk. Ja. Wel bizar dat ook dan de borstvoeding zo'n relatie heeft met... Ja, dat wist ik ook niet. Ja, dat, dat, ik heb het wel... Inderdaad, toen je het zei, toen dacht ik... oh ja, dat klopt, ja. Dat, dat, dat stond ook in het boek, maar... Ja, dat dat zo bepaald wordt door de natuur, dat het zo'n grote invloed heeft. Ja. ja. Echt wat vond jij het meest opvallende wat hij zei? Uh, nou ja, misschien ging ik het meest aan. Of dat hij. Dat ik dacht, poeh, best wel eigenlijk heftig dat hij zware vrouwen gewoon niet zo knap vindt. Want dat is ja, wel. Dat, dat dacht, ik dacht al. oh shit. Ben ik, ben ik nu niet meer mooi? Ja! ja dat dat je ik. daar dan. Als, jij, als iemand dat zou hebben, dan zou ik me daar toch wel onzeker door voelen. Of zo. Ja, want hij heeft dat wel eerlijk ook uitgesproken. Dus ja. zij weet dat van hem, dat hij in dat kamp zit. En dan moet je best wel als vrouw moet je daar best wel sterk voor zijn. Ja. Maar ik vond wel dat hun relatie had heel veel overeenkomsten met onze ja. relatie. Dus uh, hij is ook heel verzorgend. Heel en dat ben jij ook. Ja, ja. En hij is wel echt een man de in man. de relatie. Ja, dus ja ik, ja, ik herkende dat, dat ook. Ik heb dat, ik, ja, ik. Uh... Terwijl dat niks te maken heeft met ambitie bijvoorbeeld, want zij is heel ambitieus. Ja. Dus het is meer gewoon op het gezinslevenvlak vlak. of het relatiegedeelte dat hij echt de man is. En dat vind ik juist alweer heel grappig. Ja, bij ons is dat ook heel, heel duidelijk verdeeld, zeg maar. Wat, ja. wat wel en wat niet, ja. ja. En we zaten natuurlijk voordat de podcast begon. zaten we even koffietje te drinken. En toen maakte hij die grapje van. tuurlijk, schatje. Ja. Zoiets toch? Ja. Maar wat bedoelden jullie daarmee? Want ik, ik uh, zat half vee te luisteren. Nou, dat komt natuurlijk ook. Uh, dat staat natuurlijk ook een beetje op die, op die hormonen. Uh, ja. hij, hij, hij schrijft ook in zijn boek dat je gewoon zeker in deze fase gewoon heel makkelijk concessies moet doen. Dus in plaats van tegen de stroom inzwemmen, dat, dat heeft helemaal geen zin, dat kost alleen maar meer energie. kun je gewoon beter meegeven, toegeven. Uh, dan wordt het uiteindelijk veel leuker van thuis, zeg ik. En dat, 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 dat snap ik ook wel, dat zie ik ook wel. Maar jij hebt niet zoveel last van hormonen als dat misschien een andere vrouw heeft. Even afkloppen nog. Misschien ja, moet het, misschien het allemaal komt nog komen. Het nog, ja. Ik zit nu uh, precies op 20 weken. Dus uh, nou, als het uitkomt, dan ben ik al veel verder trouwens. Ja. Hmm, ja, dus uh, misschien uh, praat ik dan heel anders. Maar dat ja. zullen we nog wel eens even zien. Maar tot nu toe valt het mee, ja. ja. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, iets heel leuks, want we hebben... Een boek van Willem gekregen. Die krijg ik krijg het nu even aangegeven. En deze mogen wij weggeven onder onze volgers. Dus dat is heel leuk. Dus uh, nou ja, hoe leuk als je dit uh, boek natuurlijk cadeau kan geven. Aan je man, vriend, vader. Maakt eigenlijk niet uit wie het vader is. Vader to be. Ja, het kan aan, uh, aan heel, in heel veel situaties natuurlijk. Dus uh, het lijkt me super leuk om deze weg te geven aan iemand van jullie die het leuk vindt om deze te, opgestuurd te krijgen. Dus reageer op hieronder en laat weten waarom je deze wil winnen. En wie weet komt uh, dit boek jouw kant op. Nou, daarnaast uh, ja, is het bijna Vaderdag. Je bent nog geen vader, dus voor jou is het nog niet de uh, eerste Vaderdag. Maar met verder en verder hebben we natuurlijk wel allemaal leuke dingen met Vaderdag... waar we nu middenin zitten. Dus hou vooral wel onze uh, socials in de gaten... want we hebben een hele leuke nieuwe collectie... waar we dus nu mee bezig zijn met nieuwe... Manchetknopen, nieuwe armbanden, nieuwe kettingen. Ja, jij draagt ze ook al hier, de manchetknopen. En uh, ja, deze armband zijn we ook mee bezig. Komt ook in de collectie. Jij krijgt er altijd heel veel vragen over. Ja, we, dus misschien kan ik even goed laten zien. Waar is die van en waar, komt die, eh, waar kan ik die kopen? Armband en, ja. met zwarte steentjes. Ja. Dus hoe leuk is dat? Nou, ik heb, er, ja, ik heb er helemaal zin in. We zijn nu dus bezig met de voorbereiding. En zodra deze online. Deze podcast online is. Dan staat er dus ook de hele collectie online. Dus neem vooral een kijkje. En uh, ja weer heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. En tot volgende week.